Hey, dit is Matthijs van Mannenbrein en in deze video gaan we het hebben over een relatietest. Ik had laatst een heel mooi 1-op-1 coachinggesprek met een vrouw die een cursus bij me gedaan had. En in dat gesprek vertelde ze dat ze inmiddels een relatie heeft met een hele leuke vent. Toch had ze het gevoel dat ze op het gebied van relaties ook nog een hele hoop kon bijleren. En daarom vertelde ze me dit. Ja, mede dankzij jou heb ik nu een relatie, dus jij kan me ook vast wel helpen met de relatie zelf. Ontzettend leuk natuurlijk voor mij om te horen dat ze een doorbraak had in haar liefdesleven en nu een relatie heeft. Maar wat ik ook zo mooi vond is dat ze wil blijven doorgroeien als persoon en dat ze begrijpt dat ze controle heeft over de kwaliteit van de relaties in haar leven. Maar goed, om te kijken waar er nog ruimte was om te groeien voor haar in die relatie, stelde ik een aantal vragen die eventuele pijngebieden direct blootleggen. Als jij nu in een relatie zit, of je bent aan het daten met een man en je denkt van, nou, dit zou best nog wel eens een hele mooie relatie kunnen worden. Of je wil weten waar het is fout gegaan bij voorgaande relaties, dan raad ik je aan om heel goed na te denken over deze vragen. Want de antwoorden die je op deze vragen krijgt, die kunnen je gaan behoeden voor heel veel pijn in je relatie. En daarom zal ik je nu 7 fundamentele vragen geven waar jij je relatie mee kan testen. Voor we dat doen, vergeet niet om alvast te abonneren op dit kanaal, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Want ik maak elke week nieuwe video's, zodat jij zijn mannenbrein helemaal leert begrijpen. Nummer 1. Is de meeste tijd die jullie spenderen gelukkig? Kijk eens wat ik voor je heb. Ik heb nog eens een extra vraag. Wat is het ultieme teken van een gelukkige relatie? Nou, wat is het? Juist, het aantal dagen die jullie samen spenderen waarbij jullie gelukkig zijn. Dat is waar het om gaat. En de enige reden dat je met iemand wil samen zijn is omdat die persoon een positieve invloed heeft op jouw leven. Dus vraag jezelf dit eens af. Hoe voel jij je als je bij jouw partner in de buurt bent? Voel jij je heel goed over jezelf? En voel je je aantrekkelijk? Voel je je begeerd? Voel je je geliefd? Of voel jij je juist gekleineerd en misschien wel minder waardig? En ontvang je niet de liefde waar je zo naar hunkert? In een gezonde relatie hoor je het grootste gedeelte van de tijd gelukkig te zijn. Je vormt dan een team met je partner, waarbij jouw partner jou steunt, je zelfvertrouwen geeft en je liefde geeft. En andersom is dat natuurlijk hetzelfde. Dus zorgt die relatie ervoor dat jij je vaak ongelukkig voelt, dan is dit waarschijnlijk niet de juiste man voor jou. Nummer 2. Investeren jullie evenveel in de relatie? Ik krijg wel eens mensen bij me in mijn coachingpraktijk die het gevoel hebben dat zij de enige zijn die echt om de relatie geven. Zij doen dan bijna alles voor hun partner, maar hij of zij doet bijna nooit iets voor hen terug. Ik zal je een paar voorbeelden geven. Bijvoorbeeld, jij koopt regelmatig cadeautjes voor je partner, maar hij geeft je alleen een cadeautje voor jouw verjaardag. De kinderen worden altijd naar school gebracht door jou, omdat hij daar geen trek in heeft. Schoonmaken? Nee, dank je. Dat hoef je niet aan hem te vragen. Daar heeft hij te druk voor. Of hij verrast jou nooit, terwijl jij wel altijd je best doet om met leuke nieuwe activiteiten op de proppen te komen. Misschien moet je wel altijd naar zijn huis toe en past hij zich nooit een keer aan naar jou. En zo zijn er nog wel duizenden manieren waarop jullie investeringen niet overeen hoeven te komen. Wat trouwens niet gelijk betekent dat hij geen geschikte partner is. Soms is een gesprek hierover, over het doen van investeringen in de relatie, voldoende om hem te bewust te maken van zijn gedrag. Hey, did you say you were gonna make dinner? I couldn't remember. What? I just wish you'd take some initiative and cook your own dinner for once. I've been at work too, you know. And what, now I get to come home and pack the dishwasher and then unpack the dishwasher and cook dinner and put the washing on. And you know what? I can't continue to live like this because it's not me. Hey, relax. It's gonna be all right. How? Here, I'll just show you. Okay, I've been doing this since you moved in. See this basket thing? I don't know how it happens, if it's the house or what. But any dirty clothes you put in this basket, somehow, the next day, they're just clean, folded, and in a perfect pile on your bed. You're not serious. I couldn't believe it at first either, but it just keeps happening. That's why I didn't tell you. I didn't want to jinx it. You are insane. Try it, you'll see. Unless it's only chosen me. See, I don't know. I can't do this. No, wait. There's other things too. Plates, cutlery,
pizza boxes, dirty tissues, anything you leave on this coffee table just vanishes overnight. I mean, sometimes I'll see how far I can push this thing and I'll just leave shit everywhere. And then sure enough, the next day, it's all gone. It's just vanished. It's magic. No, she wouldn't have left me. This is what I think happened. I heard her get up in the middle of the night to get a drink or something. She must have fallen onto the magic coffee table and just vanished. Are you insane? No, he's not insane. I've got the same coffee table at home. Maar laat daar geen verbetering zien, dan is de relatie hem toch minder waard dan hij zegt. Nummer 3. Ben je blij met hem zoals hij is? Laat me je eens iets vragen. Ben je blij met hem zoals hij nu is? Of zou je willen dat er nog iets aan hem verandert voordat je een gezin met hem zou willen starten? Als het antwoord op jouw vraag is: ik zou zo graag willen dat hij dit en dat en zus verandert, want ik voel me daar nu nog ongelukkig over, dan zou ik nog maar eens goed nadenken of hij de juiste persoon is voor een relatie. Het is niet alsof je een huis koopt dat nu nog in een slechte staat verkeert en dat jij het dan helemaal gaat verbouwen tot jouw ultieme droomhuis. Ja, het kan zo zijn dat hij zich ontwikkelt of zich ontpopt tot jouw ideale man, maar je kan hier nooit van uitgaan. Dat is echt de gevaarlijkste gok die je kan wagen in het leven. Want je kan zomaar vastzitten in een soort semi-gelukkige relatie voor jarenlang die uiteindelijk op de klippen loopt. En die jaren die krijg je nooit meer terug. Als jij je nu al gigantisch ergert aan bepaalde eigenschappen van hem, is de kans groot dat dit alleen maar erger wordt in de toekomst. En dat is een ongezonde basis voor jullie relatie. Nummer 4. Respecteren jullie elkaar? Als je het respect voor elkaar verliest, dan is de relatie over. Op wat voor manier dan ook. Dat zit hem soms in hele kleine dingen. Zo hoorde ik een vrouw laatst dit zeggen tegen haar partner in het bijzijn van al zijn vrienden. Moet je kijken wat hij nou weer heeft gekocht. Die broek, die kleur, dat koop je toch niet? Pff, het ziet er niet uit. Nou, ik ga echt niet naast je lopen als je die broek aan hebt, hoor. Dit alles zij zegt op een toon alsof hij een soort complete idioot was die iets verschrikkelijks doms had gedaan. Terwijl als je het objectief bekijkt, had hij alleen een broek gekocht die zij niet zo mooi vond. Door zo op hem te reageren, toon je geen enkel respect voor hem. En andersom is dit natuurlijk net zo belangrijk. Als hij denigerende opmerkingen maakt over bijvoorbeeld jouw werk. Ja, ach, ze werkt maar. Dat stelt toch niet zoveel voor? Helemaal niet in vergelijking tot mijn carrière. Jouw hobby's. Ja, ze doet een of ander slap yoga-klasje. Of jou als persoon. Tja, ze doet de beste. Meer zit er gewoon niet in. Dan is dit een red flag ten grootte van China. Je kan nooit echt gelukkig zijn met een man die jou niet respecteert. Bij alles wat je doet, zal je bang zijn voor zijn mening. En continu denk je dan bij jezelf: oh shit, ik hoop maar dat het goed genoeg is voor hem. Dat is een giftige gedachte om te hebben en een groot teken dat jouw partner je niet respecteert. Nummer 5. Fietsen jullie samen of staan jullie stil? En dan bedoel ik niet dat jullie letterlijk aan het fietsen zijn. I'm the one who steers. You're the stoker. I'm not stoked about that. I'm trying to enjoy the scenery. I'm stopping. Ik doe hier natuurlijk op een quote van een meesterbrein Albert Einstein. Het leven is net als fietsen. Om je balans te bewaren, moet je blijven bewegen. Hij zegt hier eigenlijk: als je niet vooruit blijft bewegen, dan val je om. En dat geldt niet alleen voor jou, maar dat geldt ook voor je relatie. Als jullie niet groeien in een relatie, dan is het niet zo dat alles hetzelfde blijft. Het is eerder alsof je een modderige berg aan het beklimmen bent. Zolang je maar blijft bewegen, klim je langzaam naar boven. Maar zodra je stil gaat staan, blijf je niet op de plek waar je bent, maar door de modder glij je langzaam naar beneden. In je relatie wil je niet stilstaan. Stilstaan leidt tot sleur. Het leidt tot gevoelens die afnemen en het leidt tot vanzelfsprekendheid. Waardoor de relatie dus eigenlijk langzaam aan het bederven is. Dus zorg ervoor dat jullie in beweging blijven, dat jullie nog steeds naar elkaar toe groeien.
Vinden jullie nog steeds manieren om jullie liefde te verdiepen of om opnieuw te ervaren? Of ontwikkel jij jezelf nog steeds als persoon, zodat je altijd interessant blijft voor jouw partner? Dat is waar het om gaat. Nu, ik ben benieuwd hoe jullie hierover denken, dus geef deze video een like als je het met me eens bent. En laat me ook weten in de reacties hoe jij hier zelf over denkt. Ik lees ze allemaal door en ik zal er ook op antwoorden. Nummer 6. Komen jullie waarden overeen? Mensen trappen soms in de valkuil dat aantrekkingskracht en een goede klik genoeg zouden zijn voor een liefdevolle relatie. En het klopt dat dit onmisbaar is, maar het zijn niet de enige twee ingrediënten. Je kan je namelijk aangetrokken voelen tot de persoon, chemie hebben en hij kan dol zijn op jou en toch niet geschikt zijn omdat jullie andere waarden hebben. Daarom is het belangrijk dat jullie dezelfde kernwaarden hebben op cruciale punten. Hoe denkt deze persoon bijvoorbeeld over bepaalde vraagstukken zoals hoe belangrijk is carrière maken? Hoe ga je met andere mensen om en hoe behandel je deze? Willen we verre reizen maken of liever op de camping in Italië zitten? Is hij misschien wel streng gelovig en jij niet? Hoe voeden we onze kinderen op? Als jullie kernwaarden niet overeenkomen, dan leidt dit bijna altijd op de lange termijn tot frictie. Ik zie dit bijna nooit werken. Je zal wel niet samen groeien, maar juist uit elkaar groeien. Praat eens met elkaar en vraag jezelf dan af. Denken jullie hetzelfde over die belangrijkste zaken in jullie leven? Nummer 7. Is jullie band net zo diep geworteld als de stad Amsterdam? Laat me eens eventjes met wat feitjes strooien. Komt-ie. Wist je dat een van de bijnamen van Amsterdam de stad op palen is? Alle mooie panden in de stad zijn gebouwd op duizenden palen. Omdat de ondergrond een moerasachtig gebied is, is het nodig om diepe palen te slaan, zodat je daarop kan bouwen. Doe je dat niet, dan zakken je muren weg en stort je hele huis in. En laat zo'n moerasachtige ondergrond nou net de basis zijn voor sommige relaties. Zo had ik een vrouw bij me voor coaching die continu bang was dat haar man haar zou bedriegen. En ik kwam erachter dat ze dit dacht en dat ze hier zo mee bezig was, omdat ze ooit een affaire met hem had gehad toen hij nog getrouwd was met zijn ex-vrouw. En toen de tijd was hij weggegaan bij zijn vrouw om verder te gaan met haar. Maar dat was ook exact de reden dat zij bang was dat die situatie zich weer zou herhalen. En dat was een onderwerp dat ze liever vermeden dan dat ze er een goed gesprek over hadden. Geen sterk fundament dus om je relatie op te bouwen. Als jullie ook dit soort pijnpunten hebben in de relatie en je hebt daar geen goed gesprek over, waarbij jullie zeggen wat je wil zeggen, dan zal die relatie wegzakken in het moeras. Dat gesprek kan je zien als een van die cruciale palen waarop je de relatie gaat bouwen. Dat is van groot belang. Dus wil jij een relatie die langdurig is, zorg dan dat je bouwt op een stevig fundament. Vertrouwen is van groot belang in een relatie. Nu zijn er nog wel meer dingen die bepalend zijn voor het succes van een relatie. En die dingen die kan je testen. Daarom heb ik een artikel voor je geschreven met in totaal 39 vragen die jou helpen om te kijken of je wel in de juiste relatie zit. En die jou kunnen behoeden voor toekomstige problemen, omdat je nu al kan zien of er ergens in jullie relatie bepaalde zwakke plekken zitten. Kijk, ik wil niet alleen dat je een relatie krijgt, maar ook dat je gelukkig bent in die relatie. Dat jullie er voldoening uit halen, zowel jij als je partner. Dus ga naar dat artikel en kijk naar die vragen. Heel veel plezier en ik zie je in de volgende video. Doei doei!